I felt it before I heard it. Het is een poppodium 013 is best wel een intieme locatie. Voor als je er als DJ staat, je staat best wel dicht op het publiek. Dus je hebt best wel veel contact met je publiek. En als DJ is het heel erg leuk. Ja, het geluid is hier gewoon ook heel goed altijd. Daar valt nooit wat over te klagen. Wij alle van Spirit vinden het best wel prettig om in zo'n intieme setting te staan. Je krijgt een beetje huiskamersfeer. Dus je komt gewoon veel dichter bij je fans dan normaal. Ja, natuurlijk, ik doe vrijwel voor elke feest bereid ik wel altijd voor, maar dit is natuurlijk weer even net iets speciaals. Het is je eerste echte hosting. We hebben natuurlijk op Heartbase een speciale act gedaan met z'n allen. Ik verwacht ook wel dat we deze avond met z'n allen ook nog even wat speciaals gaan doen. En aangezien we ook gewoon een stukje hardcore gaan doen, is het ook wel leuk voor mij om een keertje even wat anders te doen in de studio. Een eigen show hosten, ja, dat is sowieso super vet, want het is onze eerste keer, dus dat is wel speciaal. En ja, je gaat je er toch iets meer op voorbereiden natuurlijk, omdat je het maximale eruit wil halen uit zo'n avond. Ik denk ook dat het belangrijkste voor ons is dat we een keer het gevoel hebben dat iedereen echt daadwerkelijk voor ons komt, als zijnde Team Spirit. En dat heb je natuurlijk met andere feesten wat minder, omdat je dan soms gewoon onderdeel bent van een line-up en nu zijn we dat zelf. En ja, dat is wel super uniek natuurlijk. Dus zeker gaan we met nieuwe tracks komen. Je kunt in samenwerking met BTS nu ook wat meer dingen doen, showtechnisch. En ja, dat maakt het wel gewoon vet. En dat laat je ook gewoon op een andere manier op om richting het event toe te leven. Dus ja, dat is gewoon vet. Qua voorbereiding is het super tof dat we met z'n allen, ook met BTS samen, zijn gaan kijken naar het vetste voor de avond. We hadden allerlei ideeën en we konden gaan brainstormen en we hebben daar echt best wel veel meetings samen over gehad om te kijken wat nou het beste is voor de show, hoe wij het graag zelf zouden willen. En dat is iets wat ook weer uniek is, omdat we nooit zelf inspraak hebben hoe nou een feest eruit komt te zien. We gaan tijdens de speeltijd gewoon echt iets heel erg vets doen. Het houdt ons eigenlijk al het afgelopen jaar bezig. We gaan tijdens de optreden gaat Leon in ieder geval onstage. En hij staat eigenlijk al onstage. Maar hij neemt nu iets mee onstage. Dus hou onze socials in de gaten voor meer informatie. En het kan echt van alles zijn. Het kan echt van alles zijn. En anders zien we jullie op Euphoria. Meet Spirit of Hostel. We are limitless. Ja, de rol die fans spelen bij artiesten is natuurlijk vrij groot. Punt 1, je bent er niet als artiest zonder je fans. Ze bepalen online waar er over je gepraat wordt. Ze kopen en luisteren de muziek en ze kopen uiteindelijk ook een kaartje waar jij op de feesten waar jij staat te draaien. Dus ja, het is echt immens groot en belangrijk om die fans ook daadwerkelijk te bedienen en er leuk mee om te gaan. En het is ook sowieso vet om fans heel enthousiast te zien over jouw muziek en over wat je doet. Dat zijn heel belangrijk. Wat we heel vaak horen is dat mensen bijvoorbeeld zeggen van ja, jullie muziek heeft me echt een moeilijke tijd geholpen. Of bij anderen is het weer, van de week zagen we iemand die het op een bruiloft deed als eerste dans. Nou, dat zijn wel momenten die ook voor ons gewoon ontzettend mooi zijn om te horen. En voor die mensen speciaal, dat zij onze muziek zou kunnen waarderen. En we proberen die band ook heel close te houden. Op een aantal festivals afgelopen festivalseizoen hebben we wat meet and greetjes georganiseerd. Niet heel groot of heel uitgebreid, maar gewoon leuk om met op intiemere momenten met mensen gewoon eens te praten over wat wij doen en wat zij ervan vinden en wat zij van het festival vinden, van de sets en zo. Dus we hebben dit festivalseizoen aardig wat meet and greets gehad, die zijn eigenlijk heel tof. Ja, het is ook altijd leuk als je echt in het publiek staat en die mensen hun reactie op dat moment ook echt kan voelen, ook bij andere artiesten dan, maar dat je gewoon echt tussen die mensen staat en ook voelt van wat is de energie, wat drijft deze mensen. En ik denk dat als je die band gewoon heel nauw houdt, zeg maar, met elkaar, dat je daar ook gewoon als artiest ook veel meer aan hebt en veel beter van wordt en geïnspireerd raakt. Dat is heel moeilijk, want ik ben eigenlijk mijn hele leven, afgelopen 15 jaar, alleen maar met hardstyle bezig. Dus dat is gewoon mijn hele leven. Ik kan dat niet omschrijven als iets van
vergeleken bij iemand die passie niet heeft. Ik weet niet beter, ik ben altijd mijn hartstel bezig. Dus. Deze avond wordt veel meer door onszelf spontaan ingedeeld. We gaan niet met elkaar afspreken, de ene artiest gaat een uurtje draaien, dan die een uurtje. En we gaan het van tevoren al helemaal uitdenken. We gaan gewoon echt doen waar we op dat moment zin in hebben. Kijk, je moet snappen, ik heb met die jongens al heel vaak samengedraaid. Met Tim nog op hele grote feesten, op Decibel nog onlangs. En het is dan altijd jammer dat we na een uurtje moeten stoppen. We hebben al plezier achter de draaitafels. Nou, met Rick en Roland heb ik al heel vaak een live act gedaan. Nu kunnen we gewoon lekker zelf bepalen wat we gaan doen. Dat betekent ook dat we andere artiesten erbij gaan halen, buiten de Spirit of Hardstyle. We gaan gewoon echt een live act doen. We gaan, hebben heel veel vrijheid en die vrijheid gaan we ook helemaal benutten. Ja, en wat ik al eerder zei, kijk, ik sta ieder jaar op hele grote podia, soms voor 20.000, 30.000 man. Soms sta ik echt in een club, dan zijn er bijvoorbeeld maar 100 mensen. De 013 is gewoon de perfecte locatie, je zit echt dicht op het publiek. Je hebt toch het massale dat we met z'n allen er staan. En voor mij is dat de perfecte locatie om zo'n feest te geven. Daar heb ik heel vooral ook zin in. Ja.